Ja, mijn leven. Dan heb ik weer een schitterend leven, volgens mij. Ja, ik denk wel dat ik dat zou over willen doen. En ja, zou ik het dan anders doen? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat ik een redelijk, bewogen, goed leven heb gehad. Zo, klaar voor vandaag. Zeg, Bas. Had jij dit iedere dag willen doen? Het is wel erg leuk om dit te doen. Het is erg leuk om te doen. Als je kijkt wat voor stukje techniek dat er staat, dat is geweldig. Geweldig. Echt waar. Dan kom ik ook graag hier. En hier kan ook alles. Je kunt alles maken. Je kunt van zagen tot schroeven, tot slijpen, tot... De boer heeft alles. En de boer heeft altijd werk. Boeren en ballen, B&B. Ik had boer kunnen zijn, ja. Ik was dan wat, maar ik was wel dan zou ik een uitgekiende boer zijn geweest. Ik zou alles berekenen. Want dat blijkt dus dat er ergens wel iets in zit. Dat dus de vrucht die eigenlijk geteeld wordt, na vanavond dat hij dus plaats heeft, zijn eigen ook groter maakt. We hebben een mooi dorp, we hebben een rustig dorp, we hebben een dorp waar we in kunnen leven, waar we alles hebben. Nou, en waar ik op het moment dus eigenlijk ook alles heb. We hebben de kleinkinderen in Mil, dus, en dat is wel een leuk ding. Wij hadden thuis 9 kinderen. Ik was de 7e in de rij. Het feit was eigenlijk zo dat we heel vaak op ons eigen aangewezen waren. Omdat er was geen tijd. Er moest gewerkt worden, er moest van allerlei dingen gedaan worden. Nou, dat was niet altijd leuk. Ik was ook vaak weg. Ik was nooit veel thuis, want wij moesten eigenlijk thuis blijven. Want de jongste twee, daar moest je op letten. Die erachteraan kwamen en van jullie blijven achter de poort, want die kleine die moet opgevangen worden. Is een kruiswoordpuzzel een hobby? Ja, voor sommige mensen wel. Boek lezen, hobby? Soms zien we de hele week hier en soms zien we 3 weken hier. Dus. Maar net wanneer we tijd hebben en zin hebben eigenlijk. Ja, hij staat altijd voor iedereen klaar. Dat vind ik het aangename. En hij is recht de zee. En dan ben ik ook. Is dat wat jullie bent misschien? Ja. Nee is nee en ja is ja. En groen zal nooit gerooid worden bij ons. Heb ik de LTS afgemaakt. Maar ondertussen heb ik ook andere dingen ontdekt. Wat ik leuk vond. En ik vond eigenlijk 2 dingen leuk. Ik vond in het slagersvak. Dat zag ik wel zitten. Maar ik vond de bouw, dat vond ik ook echt interessant. Hè? Dus ik moest keuze maken. Dus ik met
Theo Verhooy in het DAFje bij de firma van Heumen naar Duitsland. Uiteindelijk verdienden we bakken vol met geld. We gaan een boom omzagen, want ik loop er zo naartoe. Zagen we op. Ja, hij heeft altijd gewerkt. In het begin dat wij getrouwd waren, hadden we het niet zo breed. Ging hij s'avonds in de weekenden dus ook extra werken om het gewoon goed te hebben. Ja, hij neemt echt zijn verantwoording. En nog steeds, ook voor de kinderen. Ja, ja, ja. Ik doe nogal wat rustiger aan. Ik realiseer me eigenlijk ook wel dat je ouder wordt en dat niet alles moet. Maar er bestond eigenlijk niet van nee, dat gaat niet of nee, dat kan niet, want dat moest, er was geen weg terug. En nu heb ik echt zo van, boah, wat vandaag niet is, misschien morgen, en anders overmorgen, maar doe maar, komt goed. We zijn 35 jaar getrouwd, maar ik ken hem al langer. Die kwam dus vroeger ook al bij ons thuis. Je had helemaal geen belangstelling voor jongens. Nee, echt niet. Nee. Is pas later bij haar gekomen. Maar dat moet je maar een keer aan haar vragen. Dat lijkt me verstandig. Ik vond het toen eigenlijk toch al wel een aardige jongen. Maar ja, in die tijd was ik nog een beetje bleu en onzeker. En als Bas dan kwam, ja, dan wist ik er niet goed mee om te gaan. Dus ik vond hem eigenlijk altijd maar een stom jong. Nee, ik wil geen Emilse. Had ze gezegd? Ja, zijn uiterlijk sowieso. Daar viel ik eigenlijk gewoon op. Ja, op een of andere manier had ik eigenlijk toch haar hartje gestolen. En ja, op een gegeven moment ook zijn karakter. En dat is later wel veranderd. Maar ik was 23 en Ingrid was 20. Ik vond hem lief. Ik vond hem spontaan aardig. En hij ouhoerde wel, maar wel met een serieuze ondertoon. Alles bij elkaar hebben wij een half jaar verkering gehad. En toen zijn we getrouwd. Ja, we vertrouwen elkaar. En dat is nog steeds zo. Wij waren heel snel in beslissen. Gewoon doen. Dat moest zo gebeuren. Dat wouden wij samen ook, want toen was het, in die tijd was het toen een probleem om een huis te krijgen. Say you marry me. Als het rondom mij eigenlijk goed gaat, als ik een bord lekker eten heb, daar kan ik ook blij van zijn. Dat vind ik eigenlijk wel, dat vind ik wel lekker. Of als we uitgaan, of als we op vakantie gaan, of als we iets ondernemen, maar bijvoorbeeld op vakantie gaan, dat is... Ja, de vakantie, hè. Bas, die gaat graag op vakantie. Ik ben jaren mee op vakantie gegaan met het hele gezin, caravan erachteraan. Het was wel zo, als ik eenmaal weg was, dan had ik zo van, waar zeur ik over? Maar liever niet als wel. Maar Bas, die wil liefst op vakantie gaan en dan op avontuur, zelfstandig. Ik wil best op vakantie gaan, maar dan georganiseerd. Dus dat andere mensen voor ons uitzoeken van, nou ga daar eens kijken, dat is leuk, dat is mooi, dat is interessant. En dat wil Bas ook wel, maar dan ook weer een deel van, nou laat me maar vrij en dan ga ik even de boesje in, zelfstandig. Ja, dat gaat hem dus niet worden met mij, hè. Nou hebben we er wel een kleine oplossing in gevonden, want Bas junior die gaat ook graag op vakantie. Dus dan kunnen we samen gaan. Ik stap op in een vliegtuig of ik stap in een auto of ik stap. Het maakt me allemaal niet zoveel uit. Ik ben wat dat betreft ondernemend avontuurlijk. Ik vind alles leuk als het maar uitdagend is. Dit was dan de boerderij van Wim van Katwijk. En van Wim van Katwijk hadden wij de kippenhok. Dat stond hier. Die was ongeveer
18 meter lang, stond hij hier. En dan komen wij hier met de bromfiets hier naar onderen toe. En dan zetten we die bromfiets, onze poeks allemaal hiervoor neer. Nou, en dan konden wij eigenlijk doorlopen. En dan hadden we, zeg maar, opslag. En dan hadden we een grote hal erin. En dan hadden we de woonkamer. En we hadden een var. Mijn broer, Theo de Klein, Rini van der Weem, Kees Berends, Joep Vloed, Henny Smits, Marius Manders en ik met Achman. Ja, dat was hier, ja, hier is toch heel veel gebeurd. Hier is echt heel veel gebeurd. Op dit stukje grond hebben we eigenlijk toch wel geschiedenis geschreven. Hier is het. We hebben die keer 2 jaar ongeveer gehuurd gehad. En hoe wij eruit zagen, het was meer haar en baard. En wij waren echt artistiekelingen. Ja, daar heb ik goede herinneringen aan, inderdaad. Echt leuke herinneringen aan het feit dat wij hier een paar jaar gewoond hebben. Ja, met Avion. Ja, dat is echt, dat is een trots. Ja, zijn kinderen ook. Want dat zeggen ook wel eens tegen elkaar, hoe dat ze doen. Maar Teun en Thomas, ja, dat is echt genieten. Dat, want dan zei ik wel zoiets van, neem Teun deze keer maar niet mee naar huis, je het wel. Maar dan komt het met Teun, ja, je wou even meehelpen, weet je niet. En ja, dat is echt, ja, dat is echt zijn trots. Dat is echt alles, ja. Ja, wat heb ik met de kleinkinderen? Ja, dat is zoiets geweldigs wat er dan is overkomen. Dat kunnen wij je niet voorstellen. Dat kunnen wij je dus niet voorstellen. Weet je wat het mooie ervan is? Die kleine kinderen hebben wij meer tijd voor als we eigenlijk voor onze eigen kinderen hadden. En nou kunnen zien hoeveel invloed dat je eigenlijk kunt uitoefenen op kinderen om ze een bepaald ding te leren of een bepaald gedrag af te leren. Ja? Terwijl je eerst bij je eigen kinderen, ja, die liepen mee in de rit. Want je moest ook werken. Er moest wat binnenkomen, je moest ervoor zorgen. Ja, dat ging eigenlijk allemaal automatisch. En ja, voor de kleinkinderen hadden gewoon tijd. Als Marianne belt of Ruud van ze komen, nou, dan zetten wij het spul aan de kant en dan is het speeltijd. Of klustijd, want ze klussen allebei. Door het leven wat je hebt geleefd, door de mensen die je mee hebt gemaakt, ja, ga je zelf ook de dingen anders zien, anders bekijken en dus ook uiteindelijk anders, ja, leven, beslissen. En ja, dat heeft denk ik ook wel met een deel van het karakter te maken dat je daardoor beïnvloed wordt. Ja, dat vind ik zo moeilijk bij Bas in te vullen. Wat is zijn levensmotto? Ik heb de neiging om te zeggen van, doe maar gewoon, doe je gek genoeg. En ik denk dat ik daar, ja, eigenlijk een heel eind goed mee zit. Ja. Nee, volgens mij is doodgaan het eenvoudigste wat er is. Ik denk dus wat je achter zou laten, dat dat wel heel erg is, maar ik denk zelf, ik heb het idee dat je dat niet merkt. En weet je wat het is? Dat is een ding waar je dus aan niemand kunt vragen. Nee, ik heb wel het idee gehad dat ik dus dood zou gaan, maar ik heb me eigenlijk nooit gerealiseerd van, heb ik toch angst geworden? Weet ik eigenlijk niet. Nee, ik denk het niet. Maar ik zou mijn leven nog wel een keer over willen doen, joh. Maar ik heb wel plezier gehad in mijn leven. Heel veel. Prachtige dingen. Ja, heerlijk.